tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Wat is dit? Waar is Marja? Meneer Hezen? Rustig maar, u staat onder arrest. Wat? U staat onder arrest op verdenking van poging tot moord. Hey. Ik deed het voor jullie! Voor jullie! Hoe komt u daaraan? Hier zat dus een spullen van Niels Kruseman. Komt hij bekend voor? Het is dezelfde. Inderdaad. Dus het is precies zoals u dacht. Dat kan ook niet anders. En wat gaat u nou met hem doen? Dit zegt er wel genoeg, lijkt me. Wat zegt genoeg? Dat hij Simons sleutel heeft. Ja, ik ben niet van de politie, maar dan weet ik wel wat er gebeurd is. Wat denkt u dan? Hij heeft Simon vermoord en heeft toen zijn spullen gestolen. Misschien heeft u gelijk, maar meer dan misschien kunnen we nu niet zeggen. Het enige wat we de man ten laste kunnen leggen is inbraak. En zelfs dat zal moeilijk worden. Hoe bedoelt u? De man had een sleutel. En dan moeten we eerst zien te bewijzen dat hij die gestolen heeft. En zoals u weet... U wilt toch niet zeggen dat Simon hem die sleutel zomaar gegeven heeft? Wat ik wil zeggen is dat Simon in de war was toen hij overleed. Er kan van alles gebeurd zijn. Het was geen ongeluk. Die Niels heeft misbruik gemaakt van de situatie. Hij heeft Simon vermoord. Ik weet het zeker. Nou, Jan wist ook niks. Nee, dat zei ik toch. Ik zou ook niet weten waarom een ander wel iets te horen krijgt over die uitslag. Nou, het was het proberen waard. Stap toch alsjeblieft niet zo negatief. Er zijn andere docenten in de commissie, Wolfschim van der Loef. Ja, dat weet ik nou wel. We hebben het uitgebreid over gehad. Laat me nou maar. Sorry, ik weet wel dat je het goed bedoelt, maar ik meen het. Laat me nou maar even. Het is al goed. Het kan me ook niet meer schelen of ik aangenomen word of niet. Ik weet nou dat ik talent heb en dat moet genoeg zijn. Moet ik je nou echt geloven dat je er opeens overheen hebt gezet? Blijf toch wel schilderen. Ik zag dat je iets aan het maken was. Mag ik het zien? Nou, liever niet. Het is nog niet klaar. Je ziet het vanmiddag wel. Hallo, met Laura. Laura. God, wat heerlijk om je te horen. Hoe gaat het met je? Goed. Na omstandigheden. En met jou? Goed. Nou ja, ik mis je natuurlijk vreselijk, maar verder gaat het goed. Ben je verbaasd dat te horen? Hey, ben je er nog? Ja, natuurlijk. Heb je mijn brief gelezen? Ja, daarom bel ik je. Zullen we iets afspreken? Ja, nou, ik... Ja, zeg maar. Nou, vanmiddag? Goed. Ik kom wel naar je toe. Een uur of drie? Ja.
Ik verheug me erop. Oké. Denk je dat de kinderen er wel iets van begrepen hebben? Nou, die dachten toch al lang dat Koen en ik gescheiden waren. En wat die politie betreft, ik heb maar gezegd dat papa hem niet meer thuis mocht komen en dat hij dat toch had gedaan. Wat afschuwelijk. Ga je het ze nog wel eens ooit vertellen? Het enige wat ik wil is dat ze een veilig thuis hebben en dat ze zich gelukkig voelen. Ja, dat je daarmee kunt leven. Ik zal wel moeten. Ik troost me maar met de gedachte dat het allemaal veel erger had kunnen zijn. Ja. Maar ik voel me zo schuldig, hè. Hoe ik die man in godsnaam zo lang heb kunnen vertrouwen. Ik had het toch veel eerder moeten zien. Ja, wat dacht je van mij? Het is niet te begrijpen. Nee, maar wat ik nou zo gek vind is dat ik niks meer voel. Misschien komt dat nog. Ik voel echt niks meer. Geen medelijden, geen haat. Toen ik hoorde wat hij had gedaan, ging er een knop om. Het enige wat ik wil is dat hij uit mijn leven blijft. Maar er zullen toch ook wel goede dingen geweest zijn? Jawel. Maar ja, achteraf lijkt dat allemaal maar spel. Ik weet nou niet meer wat waar is en wat niet. Koen heeft een groot talent om mensen te misleiden. Hij is gewoon ziek. Maar ik zou heel graag nog contact met je houden als jij dat ook wil. Ja, natuurlijk. Ik wilde jou hetzelfde vragen. Ik denk dat we nog veel aan elkaar kunnen hebben. Oké, je kan beginnen met je oefeningen. En niet dat martelding, hè. Dat klinkt niet al te enthousiast. Toch ga je goed vooruit. De spieren in je benen die beginnen al aardig bij te trekken. 1, 2. Oké. Wie had ooit gedacht dat ik opnieuw zou moeten leren lopen, zeg. Ik heb iets interessants tussen je spullen gevonden. Nou ja. Als je het leuk vindt, mag je het houden. Hoe kom je aan de voordeursleutel van Simon Dekker? Je realiseert je zeker niet wat dat betekent? Die heeft hij me gegeven. Oh. Toch niet om bij hem thuis spullen weg te halen, lijkt me. Waarom zou hij jou die sleutel hebben gegeven? Dat weet ik veel. Hij heeft me wel meer gegeven. Omdat hij bang was dat hij ze kwijt zou raken, misschien. Dus al die spullen heeft hij gegeven? Ja. En die beloning die hadden ze me beloofd. En als ze dat moeilijk gaan doen, nou, dan ga ik het zelf wel halen. Er zijn nog wel andere manieren voor dan inbraak met geweldpleging. Als jij niet meewerkt, kan de aanklacht nog wel zwaarder worden. Oh, daar ben ik niet bang voor. Ik heb je verteld hoe het is gegaan. Open. Ik vind het nog steeds een onwaarschijnlijk verhaal. Maar we komen nog wel wat tegen, hoor. Daar ben ik niet bang voor. Waar zijn die groene jurkjes gebleven? Oh, de laatste heb ik gisteren verkocht. Zo, dat gaat snel. Misschien moet je ze dan maar even bijbestellen. Als ze zo'n succes zijn, dan vind ik het wel prettig om ze in voorraad te hebben. Natuurlijk. Moet je dat dan niet even doen? Voordat we ze hier hebben, is misschien al volgende week. Maak je toch niet zo druk. Die jurks heb ik gisteren al bijbesteld. Ik bestel ze altijd bij als ze op zijn. Waarom zeg je dat dan niet? Dat weet ik toch niet? Zou je niet eens een middag vrij nemen? Hoe kan ik nou een middag vrij nemen? Jij doet altijd alsof we hier niks te doen hebben of zo. Nou, je moet jezelf wat tijd gunnen. Dat is alles. Nou, ik vind het lief van je dat je zo bezorgd bent, maar het is echt nergens voor nodig, hoor. Ik verwerk het allemaal wel op mijn manier. Het enige wat jij doet, is het wegstoppen. Weet je iets beters? Nee, maar wij hebben een lange periode van rouw. Dan delen we het verdriet. Ja, dan ga je met z'n allen schreeuwen en samen huilen en zo. Dat is toch allemaal niks voor mij? Misschien is het nog niet eens hoe we het doen. Maar we nemen er wel de tijd voor en dat werkt. Ik verwerk het wel op mijn manier. Tranen brengen Simon niet terug. Mijn tranen zeker niet.
fijn om je weer eens hier te zien. Ja, ik had echt geen zin meer om thuis te zitten. Dat kan ik me voorstellen. Heb je er nu wel weer zin om te beginnen? Ja, het zou moeten ook. Er is zo verschrikkelijk veel blijven liggen de laatste weken. Ja, ik ben blij dat je er weer bent. Ja, ik ook. Ik hield het echt niet meer uit thuis, al die herinneringen. Wat is dat allemaal? Dit is post die ik voor je heb uitgesorteerd. Oh, fijn. Waar moet ik beginnen? Ik heb nog zo'n stapel voor je. Oh, nee, hè. Heb jij iets te doen nu? Ja, ik zou meneer Harmsen... nou, dat kan wel wachten. Ik vind het leuker om jou nu te helpen. Ja, vind ik ook. Zeg maar wat ik moet doen. Nou, je kunt het allemaal vast een beetje bij elkaar zoeken. Kijken wat bij elkaar hoort. Hoe kan ik dat beoordelen? Vandaag wel. Eigenlijk dachten we dat je het misschien nu rustig aan wilde doen. Ach, wel nee, onzin. Die schoft die zit nou achter de tralies en ik moet door met mijn leven. Meneer Heesen. Meneer Heesen, krijg ik nog antwoord? Hallo, zijn we er weer? Ja, natuurlijk ben ik er. Wat wilde u weten? Ik zou graag willen weten waarom u geprobeerd hebt Helen Helming te vermoorden. Helen? Waarom zou ik Helen willen vermoorden? Ik hou juist van Helen. Dat wil ik graag van u weten. Meneer Hees, ik zit hier geen spelletjes te spelen. Wil je echt niks drinken? Nee, dank je. Het is een echt vrijgezellenhuis, vind je niet? We hebben een plan lang te blijven hier. Ik weet nog niet precies. Wat ben je dan van plan? Ik weet het nog niet. Het lijkt wel of ik je uit zit te horen. Oh, wel nee. Ik wilde eigenlijk alleen maar weten wat je van mijn brief vond. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Ik weet gewoon niet waar ik dat aan verdiend heb. Het is misschien wel de mooiste en de ontroerendste brief die ik ooit heb gekregen. Ik heb erom gehuild. Nou, dat was niet de bedoeling. En je betekent ook een heleboel voor me. Ik kon het alleen maar in een brief zeggen. Hoe moet dat nou met ons? Ik hou een heleboel van je. Ik heb ook heel veel aan je te danken. Maar er is me ook een hoop duidelijk geworden. Nou, zeg het maar. Ik had nooit bij je moeten gaan wonen. Waarom niet? Ik was er nog niet aan toe. Maar dat kan toch alsnog? Nee, denk het niet. Ik mis je. Ja, dat weet ik. Het kan niet. Ja, maar waarom nou toch niet? We hadden het heel goed samen. We kunnen toch gewoon vriendinnen zijn? Zoals in het begin. Laura. Ik ben nog steeds verliefd op je. Ik denk niet dat ik het kan. Of wil. Ja, maar vroeger kon je dat toch ook? Er is toch te veel gebeurd. Je gaat dus terug naar je gezin. Naar Robert. Ik weet het nog niet. Ze zijn wel heel belangrijk voor me. Je gaat dus terug. Nee, dat heb ik nog niet besloten. Ga je weg? Ja. Blijf nou nog even. We kunnen toch vrienden zijn? Maak het nou niet moeilijker dan het al is, hè? Ik heb dit alles meegemaakt. Ik wil dit niet. Ik begrijp het niet. Ik denk dat het beter is als we elkaar niet meer zien. Maar wat zei hij dan over die sleutel? Niet veel. Hij zei dat hij die van Simon had gekregen. Wat een gelul, zeg. Dat gelooft u toch zeker zelf niet? Waarom zou Simon zoiets doen? Ik heb de spullen van Niels Kruksman meegenomen. Misschien herkent u iets. Moet dat? Het spijt me, maar als er nog iets tussen zit van Simon, zou ons dat veel kunnen verduidelijken.
Ja, nee, u hebt gelijk. Laat maar zien dan. Daar had ik zo'n beetje mijn hoop op gevestigd. Was er niets van hem? Nee. Nee, Simon had 3 camera's, maar deze is niet van hem. Oh, god. Hier. SD, Simon Dekker. Dat had ik nog niet gezien. Gelooft u nou nog steeds dat die Niels niks met Simons dood te maken heeft? Dat je dat aan kon, zegt die confrontatie met Koen. Er had van alles kunnen gebeuren. Marja's huis zat vol politie. Er kon niks gebeuren. Nou ja, maar toch. Het is voorbij. Koen is opgesloten en hij komt voorlopig niet meer vrij. Oh, dat zal Bronkhorst zijn. Dag, meneer Bronkhorst. Goedemiddag. Komt u binnen. Ah, dag, mevrouw de Smet. Dag, meneer Bronkhorst. Zo, en heeft Koen bekend? Nou, het lukt niet zo met te verhoren. Ik hoopte dat u me misschien nog iets meer kon vertellen over hem. Zoals wat? Is u helemaal niks meer te binnen geschoten over zijn gedrag of uitlatingen de laatste tijd? Nee, het spijt me, niets. Nee. Ja, hij deed het natuurlijk om het geld. Maar het blijft een vreemde zaak. Waarom deed hij zo omslachtig? Nou ja, dat lijkt me wel duidelijk. Die man is gewoon gestoord. Ja, het zou makkelijk zijn als we het zo konden zeggen, maar ik geloof toch dat hij een motief moet hebben gehad. Het enige dat ik kan bedenken is geld. Ja, precies. Ja. Maar als u nou steenrijk was geweest, dan kon ik me daar nog iets bij voorstellen. In ieder geval is hij niet goed bij zijn hoofd. Ja. En ik heb het vermoeden dat meneer Heesen zich gekker voordoet dan hij is. Het ziet er goed uit. Het is mooi geworden, vind je niet? De verplaatste rugnaren. Was dit de bedoeling dan? Weet je dat niet meer? Dat hadden we vorige week toch afgesproken? Ja, dat zal wel dan. Is het niet een beetje klein? Hallo. Hey. Hoe is het hier? Druk. Ik heb iets voor je meegenomen. Voor mij? Waarom? Zomaar. Heb ik voor je gemaakt. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Nou, je hoeft toch niks te zeggen. Een cadeau hoor je uit te pakken. Vind je het? Dat is prachtig. Wat lief van je. Hey, ik zou nou eens willen weten wanneer ik er nou uit mag. Ik verveel me dood hier. Blijf maar rustig zitten. Zo ver is het nog lang niet. Ja, ik heb je toch verteld hoe het is gegaan? Ik begrijp niet wat ik hier nog moet. Gek, hè? Wat? Het is toch raar dat Simon die bril aan jou gegeven heeft. Ik heb je toch verteld... Ik heb toch duidelijk gezien dat Simon die bril op had op een van jullie foto's? Ja, dat kan. We hadden ongeveer... alle twee ongeveer dezelfde bril. En die is van mij. Dat weet je zeker? Ja! Jezus, zeg. Nee, dat weet ik genoeg. Ik wil het even zeker weten. Ja, nee, wacht even. Mag ik die bril nog heel even zien? Ja, misschien dat ik me vergis. Je bedoelt dat hij misschien toch van Simon is. Heeft hij me toch aan je gegeven? Vindt u het vervelend dat ik ben gekomen? Nee, natuurlijk niet. Ik ben alleen een beetje afwezig, sorry. Ach, je bent gewoon moe. Maar dat is ook niet vreemd na alles wat er gebeurd is. Het spijt me, Mickey. En dat terwijl ik zoveel aan jou te danken heb. Nou ja, zeg. Laat het niet overdrijven. Ik kom niet voor bedankjes. Ik wilde gewoon weten hoe het verder was afgelopen. Nou, dat vind ik heel lief van je.
Dus Bronkhorst die denkt ook dat Koen de Bol zit te belazeren? Nou, hij denkt dat er meer achter zit dan alleen het geldmotief. Ik zou Koen zelf wel eens aan de tand willen voelen. Kijk, ik ben natuurlijk tegen geweld, maar in dit geval... Ik zou het wel uit hem willen persen, weet je. Sorry, niet zo'n leuk grapje, geloof ik. Ik zit niet echt te luisteren. Wille heeft gelijk, ik ben ontzettend moe. Dus als je het niet erg vindt. Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb nog van alles te doen. Ik kom van de week nog wel een keer langs. Oké. Okay, tot ziens. Dag, Mickey. Weet je wat ik denk, Helen? Nou? Ik denk dat jij er eens tussenuit moet. Waarom kom je niet een paar dagen bij mij logeren? Ja, of als je dat niet wilt, ga dan naar dat huisje in de polder. Lieve Wil, ik stel je bezorgdheid erg op prijs, maar ik red het echt wel. Goed, dan ga ik maar eens. Als er wat is, kun je mij altijd bellen. Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Ik wil gewoon even alleen thuis zijn. Hier, in mijn eigen huis. Begrijp je dat? Ja, natuurlijk begrijp ik dat. Je moet eens goed uitrusten, hè? En niet tobben. Tot gauw. Oh. Kom jij doen? Ik wilde even met je praten als dat kan. Kom binnen. Ik had al een paar keer geprobeerd te bellen, maar er was steeds niemand. Nee, dat klopt. Zijn jullie er inmiddels uit? Ja, maar het was niet gemakkelijk. Zoals je weet kunnen we er maar een paar aannemen. Je bent in ieder geval wel een doorzetter. Ben je niet benieuwd? Ja, natuurlijk wel. Ik begrijp alleen niet dat jullie dat tegenwoordig persoonlijk komen meedelen. Nee, dat is ook niet gebruikelijk. Maar in jouw geval wilden we een uitzondering maken. Nou, je hebt tenslotte zo je best gedaan en dan is het zo sneu. Dus ik ben afgewezen? Ja. Had je iets anders verwacht? Ik heb je nog gezegd dat je niet veel moest verwachten. Wat is er dan mis met mijn werk? Ja, het is gewoon niet goed genoeg. Punt. Ja, wat is er dan niet goed genoeg? Dat wil ik dan wel weten voor een volgende keer. Dus je gaat het nog een keer proberen? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan dat ik me laat afpoeieren door de eerste de beste tekenleraar? Ja, ik denk dat je beter een ander vak kan kiezen. Ik denk dat ik beter een andere academie kan kiezen. Maar niet van die gefrustreerde eikels rondlopen. Wegwees! Kalm aan, ik ga al. Het is moeilijk voor iemand als jou, hè, om de realiteit onder ogen te zien. Nou. Jij bent geen kunstenaar, je zal er nooit een worden ook. Jij bent niks, een mislukkeling. Even pissen. Jij neemt die lantaarn mee. Nee, dat is niet nodig.